Mijn naam is Birgit Lewis. Welkom bij mijn ochtendritueel. I didn't woke up like this. Oh ja, u kent mij misschien van, even kijken hoor. Dat is heel lang geleden. Total Touch. De Beste Zangers. Just the Two of Us. Dream Girls. De Maria van The Passion. Ja, en Ladies of Soul. Mijn ochtendritueel. Ik ben net gedoucht. Ik heb mijn tandjes gepoetst. En nou gaat het werk beginnen, het echte werk beginnen. Nivea Soft. Iedereen zou wel denken, waarom gebruik je niet gewoon een dagcreme? Nou, die gebruik ik ook wel eens, maar Nivea, mijn huid vindt dat gewoon heel fijn. En het ruikt zo lekker. Heerlijk. Komt het volgende. Vaseline. Smid ik mijn hele huid mee in. Nano Blur is eigenlijk een soort van primer. En het matteert heel erg. Oh. Dan smeer je. Lekker. Goed alle hoekjes pakken. Voorhoofd. Ik denk dat ik net iets te veel van mijn Nivea Soft heb gesmeerd op mijn gezicht. Dus ik dep het een beetje. Oh. We beginnen met de basis. Vandaag gebruik ik Pro Longwear Nurturing Waterproof Foundation van het merk MAC. En altijd een beetje zo onder de ogen. En zoals je ziet, dekt het echt fantastisch en heel snel. Ik heb 2 dagen geleden een ongelukje gehad, zoals je ziet mijn voorhoofd. Deze hier, dankzij deze. Vandaag is mijn ochtendritueel heel relaxed. Oké. Die brandvlek toch een beetje te dekken. Dames, vergeet ook niet, als je een décolleté hebt, zoals ik vandaag, dat je die ook nog een beetje op gaat maken. Het hoeft niet heel dik, je dept het gewoon een beetje. En dan ben je er. Goed, het volgende wat ik heel erg leuk vind is contouren. Een contour is eigenlijk, ja, dat je denkt van nou, vandaag toch een beetje strakke kaaklijn. Black Up, fantastisch merk. Ik kijk er erg om moet lachen. Sommige dames die doen het echt veel te veel. En dat je denkt, waarom contour je jezelf nou zo veel? Het is toch allemaal niet nodig? Oh, nee hoor. Iedereen moet gewoon doen waar hij zelf zin in heeft. Highlighten onder je ogen. Ik pak de verkeerde kleur. Deze moet het zijn op mijn neus. En je blendt het gewoon heel mooi in. De make-up wordt vandaag casual, maar toch met een edge. Zoals je ziet, de brandvlek is nog steeds te zien, maar... Scars, you're beautiful. Ja, toch? Ja, het is nu allemaal bruin. Want het is, ja, ik heb het hele weekend opgetreden en dit wordt allemaal schoongemaakt. Banana powder, nou ja, de naam zegt het al, het is vrij geel. En wat ik zo fijn vind aan de banana powder is dat het gewoon zo heel mooi blendt met je eigen huid. Ik kan niet zonder. Ah ja, en iedereen doet altijd dit, waarom nou eigenlijk? Kun je het zien? Dan kun je heel mooi de wenkbrauwen mee tekenen. Dat is heel belangrijk. Nou, ja, ik vind het wel goed zo. En je doet Studio Fix op. Het wordt allemaal heel mooi en egaal. En niet bang zijn, want alles wordt zo mooi geblend. Normaal als ik geen verplichtingen heb, doe ik alleen maar een eyeliner, mascara en mijn wenkbrauwen en een beetje blos. We maken een arcadeboog. Zo. Oké, ik heb nu de ogen een beetje een golden touch gegeven. Klein beetje, dat ze een beetje gaan pappen. Oké, dit palet, Smashbox. Voor je... Oh mijn god. Duo lijn. Nogmaals, de professionals onder ons. De vergevorderde make-up dames, die kennen dit. Goed te zien. Tada! Let it dry, let it dry, let it dry, let it dry. Hoe moet dat nou eigenlijk? Dat is toch van Frozen? Slaat het op! We zijn bijna klaar. Ook al ben je er niet zo goed in, gewoon experimenteren. Het is gewoon eigenlijk gewoon een make-up tutorial.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, dames met een donkere huid. Experimenteer met kleuren, want het is zo mooi. Groen en blauw en paars. Het staat ons ontzettend mooi. Nu gaan we mijn haren doen. Auw! God! En dan gaat je haar lekker van glimmen. Ta-ta! I'm every woman. It's all in you.